Suriname heeft vandaag het 11e positieve COVID-19 geval geregistreerd. Dit deelde minister Antoine Elias van Volksgezondheid vanmorgen mee tijdens de persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de congreshal. Een illegale Braziliaan is een paar dagen terug opgepakt met nog 9 andere personen en tot nu toe is maar 1 persoon positief getest. De directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Yesrun, gaf kort aan hoe en waar de persoon is opgepakt. Het gaat om een illegale Braziliaan die eergisteren door de politie was opgepakt samen met nog 9 anderen op de marinebasis van Nieuw-Amsterdam. Op dit moment wordt meneer in isolatie geplaatst. De overigen waren ook al in quarantaine. En meerdere updates zullen wel volgen tijdens de persconferentie van vanmiddag. Omdat het team nu bezig is van Volksgezondheid naar contact tracing te doen. Kijken met wie hij allemaal in contact is geweest. Waar hij allemaal nog is geweest. Dus dat allemaal moet nu nog plaatsvinden. En ik denk dat er dan weer meer updates zullen zijn vanmiddag. Cleopatra Yesrun, directeur van Volksgezondheid. Zij is nader ingegaan op de mededeling van minister Elias over het positief COVID-19 geval dat vandaag is bijgeteld. De teller staat nu op 11. De positief geteste persoon is een illegale Braziliaan die eergisteren is opgepakt door de politie.